Hallo allemaal, vandaag is het Sint Pannenkoek. Sint Pannenkoek? Ja. Dus vandaag moet je pannenkoeken eten. En als degene die niet thuis is en thuis komt voor het avondeten, die begroet je dan met gezegend Sint Pannenkoek. En dat doe je met een pannenkoek op je hoofd. Kijk het maar even na op Google. Er is een hele legende over die pannenkoek. En ik vertel er dadelijk wat van in de video, als ik aan het tekenen ben. Maar we gaan dat gewoon even tekenen. Een pannenkoek op je hoofd. Teken je weer mee? Ik kreeg gisteren de opmerking dat de robot er niet helemaal op stond. Tenminste, dat de voeten niet te zien waren. Nou, vandaar dat ik hem hier nog eventjes heb. Nu kan je wel duidelijk de voeten zien. Het zijn gewoon een soort kubussen met eronder nog een plateauotje. Goed, vandaag Sint Pannenkoek. Ja, wat is Sint Pannenkoek? Nou, daar hangt een hele legende aan vast. Ik denk dat je het beste even kan opzoeken op internet. Het gaat over een monnik. En ze waren pannenkoeken aan het eten. Maar die monnik moest een beetje bezuinigen. En als ze aan tafel gingen, dan moesten ze een capuchon afdoen of keppel, ik weet niet wat het precies was. En toen klaagde de oudste monnik klaagde over dat hij een koud hoofd kreeg. Nou, en toen ging een van de jonge monniken, die pakte zijn pannenkoek en legde die op het hoofd van de ouweling. En op dat moment verscheen er een engel. En wat er toen allemaal gebeurde. Ik denk dat je het zelf even moet nalezen. Maar daar komt Sint Pannenkoek vandaan, die jonge monnik werd later heilig verklaard als Sint Pannenkoek. En wat doe je dan op Sint Pannenkoek? Dan leg je bij elkaar dus een pannenkoek op het hoofd. En dan zeg je gezegende Sint Pannenkoek tegen de vader des huizes die dan binnenkomt. Of degene die dan terugkomt en het eten is klaar van het werk. En dan zegt iedereen, die legt de pannenkoek op zijn hoofd en zegt dan gezegend Sint Pannenkoek. Nou, hebben we al eens een keer pannenkoeken getekend. Maar ja, een pannenkoek op een hoofd, dat kunnen we natuurlijk ook tekenen. Laten we eerst dat hoofd dan maar eens tekenen zo. Zo. En dan die pannenkoeken natuurlijk op. Hoe teken je dat? Ik denk dat we dat zoiets een beetje moeten doen. Zo. Pannenkoek, warme pannenkoek is het natuurlijk. De pannenkoek op het hoofd. Nou, gezegend Sint Pannenkoek. Oh ja, en we zitten natuurlijk aan tafel, dus wacht, dan kunnen we dit beter zo doen. Hè? Het bordje. En natuurlijk het bestek erbij. Oh, de mes is wel een stuk langer dan de vork, zie ik nu. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Sint Pannenkoek. Misschien kunnen we hier nog een flesje schenkstroop. Zo. En misschien toch die stapel pannenkoeken nog even. Ook op een bord. Zo. En dan de gezegend Sint Pannenkoek. Een pannenkoek op je hoofd. Nou, ik zou zeggen, bak ze vandaag en vanavond allemaal een pannenkoek op ons hoofd. En dan vieren we Sint Pannenkoek. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.